Dit is een kluisenaarsgrot. 54 centimeter lang, 38 centimeter diep en 32,5 ongeveer hoog. Hij is gemaakt van ruim 2 bussen peurschuim op grond van kippengaas. Hij is bespoten met een soort stone touch. Voorheen te verkrijgen met Praxis, maar goed, helaas, dat verkopen ze niet meer. Hij is bedekt met allemaal stukjes plant van plastic. En ik heb daar allemaal caviaatjes op geplakt. Gemaakt van fimo-klei. Met bloemetjes. Er zijn zelfs spinnenhuizen erin de grot. Een aantal, ik weet niet meer precies hoeveel. Hier zie je er eentje in beeld. De kluisenaar, die woont helemaal in zijn eentje in de grot. Hij heeft een mooi bedje in de hoek. Toch enige voorzieningen, zoals een eetnapje. Hij heeft een boekenkastje gemaakt. Er staat nog een kacheltje. Kacheltje in, pannetjes erbij. Gewoon een beetje luxe als een stoeltje. Deze grot die staat te koop voor ongeveer €25. Want ik heb ruimtegebrek in mijn opslag en ik wil graag doorgaan met knutselen. Ja. Al heb je op de voorgrond de konijntjes gezien. De kluisenaar bevindt zich al zo lang in de natuur. Ze zijn helemaal tam geworden. Nou, verder weet ik er eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Dus er bevinden zich nog 4 lampjes in de grot. Erachterin 2, 3. En het kaarsje dat is spontaan net even uitgegaan. Dat ga ik nog eventjes maken. Het kaarsje in het boekenkastje. Het is... tapijtjes ook nog erg luxe voor een kluisenaar natuurlijk. En dat was de hele grot.